Maar het moment, hè, dat u bent bij uw tante. U bent met uw tante en haar gezin met u 3 dagen gaan onderduiken. Ja. Door de bossen onder andere. Ja. Als je als kind van 7 je ouders en de rest van je gezin kwijt bent, dat moet een hele angstige tijd zijn geweest. Ja, dat is het natuurlijk ook. Hè. Want na 3 dagen werden wij dus ook opgepakt. En zouden gedeporteerd worden naar Westerbork. Men kon ons niet snel genoeg in Westerbork krijgen om ons op het zogenaamde zigeunertransport van Westerbork naar Auschwitz te krijgen. Dat is trouwens het enige transport wat gefilmd is. De filmopnames zijn gemaakt en het beroemde beeld van het meisje tussen de wagondeuren, ja, is daar van. Dus wij konden niet in Westerbork komen op tijd. En wat dacht men? We brengen ze naar het station van Assen. Dan komt de trein en dan kunnen we ze daar. Het gaat om dit beeld van het meisje wat je net zagen. Dat we heel lang het symbool heeft gestaan voor de Joden-achtervolging in de Tweede Wereld, de Holocaust. Ja. Het blijkt een zigeunermeisje te zijn. Settela Steinbach, ja, heet ze. En ze is inderdaad heel veel jaren het beeld geweest van de Jodenvervolging. Tot een Nederlandse journalist ontdekte, Art Wagenaar, dat het een Sinti-meisje was, een Sintetse. Maar die trein, hoe ging dat verder? Want u bent uiteindelijk niet op de trein terechtgekomen. Nee. Gelukkig. Wij werden gepakt. Ze brachten ons naar dat station van Assen. En daar stonden wij te wachten, zodat de trein aankwam. En dan konden ze ons ook op dat transport meesturen. Tijdens die tocht naar Assen was er één agent die was heel goed voor ons. Waarschijnlijk was die man lid van de ondergrondse of iets dergelijks. Wij stonden op dat perron in Assen. Mm-hmm. En daar kwam de trein aan. Jullie kennen allemaal die beelden van die beestenwagons met die tralies enzovoort. Zeker. Ik zag onmiddellijk waar ons gezin zat. U zag ze zitten? Onmiddellijk. Mijn vader, of mijn moeder, dat weet ik niet, had het blauwe jasje van mijn zusje, een heel mooi lichtblauw jasje, voor de roosters van die beestenwagon gehangen. Zodat ik onmiddellijk zag waar ze zaten. Wij moesten daar ook in. Wij moesten mee op dat transport uiteraard. Die agent, die goede agent, had ons verteld: als ik mijn pet afneem, dan moeten jullie rennen voor je leven. Waarom deed hij dat? Heeft u enig idee daarvan? Hij was waarschijnlijk begaan met ons lot. Oké. Okay. Dan moeten jullie rennen voor je leven. Maar hoe kun je rennen voor je leven als je een perron vol hebt met soldaten en politieagenten en er werd geschreeuwd en alles moet altijd even snel? Dan komt het wonder. Aan de ene kant van het perron staat de trein naar Auschwitz, waar wij in moesten. Mm-hmm. Aan de andere kant van het perron stond een normale personentrein. Die man neemt zijn pet af. En hoe het kan, weet ik nog niet. Wij zijn als groepje gehold en in de personentrein aan de andere kant van het perron gesprongen. Met hoeveel mannen waren jullie in totaal? 8 personen. Op dat moment dat wij erin springen, begint die trein te rijden. Meteen? Meteen. En aan de andere kant van het perron ging de trein naar Auschwitz. En mijn vader schreeuwde uit die trein: Moesla, Moesla, zo heette mijn tante. Zorg goed voor je jongen, voor mijn jongen. En weet je, ik heb het vaak genoeg gezegd. Dan zie je dus je geliefde weggaan. En als kind val je dan in een bodemloze, diepe put. Dan is alles zwart. Dan is alles weg. Je hele houvast in je leven, hè, als 7-jarig jongetje, is dan weg.